Ik kan de gemeenschap meegeven dat vanaf vandaag de scaliantes op het Stuurmeer definitief ten einde zijn. Het is een 2 dagen operatie. We hebben vandaag al 5 stilgelegd. Wie we hebben aangetroffen, die zijn in verzekering gesteld. En wij gaan een strafrechtelijk onderzoek aan. En wij gaan ook het onderzoek starten naar de omvang van de milieuschade. En natuurlijk de eigenaren van de scaliantes daarvoor verantwoordelijk stellen. Ik kan u de verzekering geven dat het fenomeen scaliantes op de Stuurmeer vandaag per definitief ten einde is. Ik moet aangeven dat als DC dit een enorm probleem voor mij is geweest vanaf mijn aantreding als DC van Brokopondo. U begrijpt dat mensen in onze wateren opereren die ik niet eens ken. En wat ik heel erg vind is dat het district ook niet beter van wordt. Onze rijkdommen worden meegenomen. En als het ware, als ik moet aangeven, wordt Suriname ook niet beter van. Wanneer u kijkt wie allemaal achter de scaliaan zitten, dan zien we meer buitenlanders dan onze eigen mensen. Het is een gedurfde stap van de minister. We zijn op 4 september er naartoe geweest. Wat we zagen was van die aard dat wij genoodzaakt waren de activiteiten stop te zetten per onmiddellijk. Dit jaar zo, de activiteiten is nu stop per direct. En een briefje die zie, met Gio voor Gio, uw eigenaar voor Aladdin toe. We hebben de eigenaren uitgenodigd voor een vergadering voor vanavond. Maar wij zagen dat men zich niet hield aan de voorwaarden die gesteld waren. En wij hadden gezegd stoppen. Dat is niet gebeurd. Dus hebben wij besloten om in samenspraak met het Openbaar Ministerie, omdat het hier gaat om een economisch delict, justitieel beslag te leggen op alle scaliantes. Dat wil zeggen dat wij de scaliantes dus in beslag nemen en de eigenaren verantwoordelijk stellen voor de milieuschade. Eigenlijk moet u heel goed begrijpen dat het gaat om mensen die geen concessie hebben. Het zijn illegale goudwinners. Ze vernietigen het milieu, ze vernietigen het meer. Het meer is al aan het afkalven. Ik weet niet of men doorheeft wat voor ecologische ramp en materiële ramp en hoeveel mensen er die dood zullen zijn wanneer dat meer inderdaad zodanig vernietigd wordt dat het de dam doorbreekt. Er is een besluit genomen vandaag en ik hoop inderdaad dat wat mijn collega zegt, dat dit het einde is. Dat dit ook daadwerkelijk het einde is. We hebben ook vergaderd met de eigenaren. En we hebben dus aangegeven dat dit het definitieve einde is van de scaliaans op het Stuurmeer. We hebben 5 eigenaren gehad. De namen zijn ook al een beetje bekendgemaakt in de pers. Mevrouw Tony. Mevrouw Tony, meneer Kalu. Meneer Peneu, meneer Moreira en meneer Salons, die zich hebben aangemeld. Ze krijgen hun scaliantes niet terug en de scaliantes zullen verwijderd worden van het meer. Ze zullen nu naar een algemene plek gesleept worden en dan zullen we samen met de justitie het proces inzetten om tot ontmanteling over te gaan. We zijn vandaag daar naartoe gegaan op het water. En hebben de eerste 5 pontons stilgelegd. Ik moet eerlijk zijn om te zeggen dat er een aantal bemanningsleden reeds waren gevlucht van de pontons. Maar we hebben in ieder geval de eerste 5 aan het anker kunnen leggen. En de beveiliging op achtergelaten. Er zijn in totaal 9 pontons op het meer. We gaan door met de 4 overige. Dan is inderdaad daarna, als alles een beetje mee zit... kunnen wij zeggen dat pontons of scaliantes op het Stuurmeer tot het verleden behoren.
We hebben geprobeerd om zeg maar hele lange tijd, zeker vanuit OGS, ook onder de vorige regering, om de scaliantis te ordenen. Het is een verschrikkelijk moeilijke taak gebleken, van kat en muis steeds en allerlei belangen. Ik ben erg trots. Ik heb de minister ook gefeliciteerd met zijn daadkracht om ervoor te zorgen dat wij de beleidsondersteuning en de opdracht kregen om op te treden. Er zijn andere plekken waar er scaliantes zijn. Er zijn andere plekken waar er goud gewonnen wordt op een niet natuurvriendelijke wijze. In due time komt het antwoord. We staan voor een evenwichtige oplossing. We staan voor een oplossing in een win-win situatie. En zoals we getoond hebben, waar nodig zullen we optreden. Er zijn fouten gemaakt aan onze kant. We hebben zaken gedoogd. Soms hebben we op basis van, ik weet niet wat voor gronden, ook fouten gemaakt in ons concessiebeleid. Dat alles gaat gecorrigeerd worden. En daarmee zijn we nu al begonnen. En dit is het resultaat daarvan. De garantie kan ik u geven dat het niet alleen bij het stuurmeer zal blijven. Het zal doorgaan naar de rest van het land. Maar natuurlijk, we leven in een samenleving waar men zegt China bribi. Nou, dan neem ik eilukoe zou ik zeggen.